ik krijg hier nu kippenvel van, want ik had een keertje, hoe heet hij nou, René Pluim op bezoek hier. En die kwam ik weer tegen op de Horecava. Ik ga bijna nooit naar de Horecava, maar ik ging een jaartje naar de Horecava toe. En ik loop daar en ik zie allemaal snelle jongens en meisjes in pakken onze producten verkopen. En ik zie allemaal billboards met ongeschoren boeren met een bloemkool onder de arm of een kalf naast zich. En ik denk ook van, maar zouden die mensen in die snelle pakken, zouden die weten hoe ik mij voel als ik 's ochtends opsta, door mijn bedrijf loop, met mijn dieren bezig ben, met mijn grond bezig ben? Zouden die vertaalslag kunnen maken? Of is zo'n billboardje dan genoeg? Ja, ik hou van inhoud. Dus ik vind het belangrijk om juist mensen die producten bij ons kopen, om die ook tools te geven. Dus wanneer mensen met de horecazaken met ons aan het werk gaan, dan komen veelal, komt eigenaar of chef-kok of zelfstandig werkend kok, komt mee voor een gesprek. Dan hebben we het over het product, inhoudelijk. Maar, dan zeg ik ook vaak van aan het einde van het gesprek, kom ook een keer met je bediening. Want dat is die vertalen, alle kennis die wij misschien met dat kleine groepje hebben over dat product, naar de mensen die, en als het zakelijke mensen zijn, die willen vaak niet zo gestoord worden, dus dan vertel je het verhaal niet. Maar je ziet snel genoeg aan mensen of ze geïnteresseerd zijn in een verhaal. Als je dan vind ik het belangrijk dat mensen weten dat wij gewoon roodbonte dubbeldoelkoeien hebben. Dat vind ik tof. Niet dat ze denken van dat hier zwartbonte koeien met alle respect rondlopen.